Dag 2 heeft het onderwerp spinnen. En nou, voor wie mijn werk misschien een beetje kent, die weet dat ik heel veel van de natuur hou. Van vogels, maar ook van insecten. Ik heb heel veel kevers en motten getekend. En nou, spinnen en andere insecten vind ik ook gewoon super mooi. Daarom wil ik vandaag, spinnen, die hebben voor mij iets sierlijks. En daarom wil ik vandaag eigenlijk een soort patroon maken met spinnen. Nou, daarom heb ik eventjes een schabloon gemaakt van de spin. Hier heb ik hem even in wat steviger papier. En ik wil eigenlijk met die spin wil ik een soort patroon maken. Zodat die pootjes elkaar allemaal een beetje raken. Nou, dan vind ik het wel leuk als het elke keer dezelfde spin is. Dus vandaar dat ik een schabloon gebruik. Het is natuurlijk wel allemaal heel dun, al die pootjes. Nummer 1. Kijk hoe ik dan deze doe. Ja, zoiets. Kijk, dan vind ik het ook wel leuk als de spinnen een beetje van het papier afvallen. Zo, nou ze staan er allemaal op. Dan her en der nog een beetje wat lossere lijntjes eromheen zetten. Beetje kriebelig. Een beetje zo min mogelijk de pen van papier. Zo vind ik het eigenlijk wel leuk. Een beetje spinnen in het patroon. Dag 2. Spinnen. Ik ben benieuwd wat jij hebt gemaakt. Ik had gisteren nog een paar opstartprobleempjes gehad. Zo konden sommige van jullie niet helemaal bij de filmpjes, omdat er nog wat slotjes dicht stonden. Nou, als het goed is, is dat helemaal opgelost. Mocht dat niet zo zijn, dan krijg ik natuurlijk graag een mailtje. Dan kijk ik er nog even naar. Maar hopelijk kan je lekker bezig. Tot morgen!